Mijn naam is Sjoerd van Bilzen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij Sjoerds Weetjes. Ja, wat doe je als het moederbedrijf 70 jaar bestaat? Dan ga je natuurlijk niet achterblijven om met een speciaal verjaardagscadeau te komen. En zo beredeneerde Porsche Motorsport. Zij zeiden, Porsche bestaat in 2018 exact 70 jaar. Dat moet gevierd worden. En wat deden ze? Ze komen met een speciale limited edition. En zie hier, hier staat het resultaat. Een Porsche 935. En het is een moderne interpretatie van een legendarische racewagen. Maar weet u dat het helemaal niet de bedoeling was om met dit model te komen? Nee, de heren hadden iets anders in gedachten. Maar met dank aan de ontwerpafdeling staat hier een 935 zoals... Ja, zoals het eigenlijk gevierd moet worden dat Porsche 70 jaar bestaat met die rijke motorsporthistorie. Geweldig, hè? Wat een geweldenaar. Ja, wat was het nou? Het management van Porsche Motorsport, die verantwoordelijk zijn voor alle motorsportactiviteiten en alle GT-sportwagens zoals een 911 GT3 RS of een GT2 RS, die zeiden van, oké, ons moederbedrijf bestaat 70 jaar, dat gaan we groots vieren. In Monterey, 2018, augustus om precies te zijn. En dan zeiden we, daar moeten we uitpakken met iets heel bijzonders. Iets heel unieks, waar onze fanatieke Porsche-liefhebbers gewoon echt, ja, badend in het zweet van wakker worden van, oh, wat is dat een geweldenaar. En toen zeiden ze, maar wat gaan we nou doen? En tijdens de eerste meeting die het management had, zaten ze aan de tafel en op die tafel lag een krant. En in die krant stond een foto van een Porsche 935 uit de jaren 70, waarmee fanatiek gereced werd destijds. En fanatiek gereced werd, ja, daarmee werd ook deelgenomen aan Le Mans. En kijk eens, hier zie je die auto met zijn vlakke, ja, neus. Niet die beroemde ogen bovenop die carrosserie, maar gewoon een vlakke neus. En zij dachten, hey, dat is inspiratie voor een fraaie limited edition die wij kunnen maken voor onze trouwe en bijzondere klanten. En zo ontstond project Flatnose. Flatnose, dat is een bekende naam uit de Porsche geschiedenis. En dat betekent dat hij een aflopende neus heeft en niet die mooie, zeg maar, heupen met daar die ronde lichtunits in die voor een gewelfde voorzijde zorgt. Nee, een flatnose met de verlichting dan onderin opgenomen. En dat dacht het management, ja, zo'n auto moeten we maken. Dus zij gingen naar de ontwerpafdeling en zeiden van, creëer voor ons project flatnose. En één opdracht erbij. Je hebt slechts 3 tot 4 dagen de tijd. Dus succes, man. Normaal duurt zo'n ontwerp gewoon veel langer. Dus in een razend tempo moesten heren van de ontwerpafdeling een nieuwe creatie maken. En die nieuwe creatie die was inderdaad, na 3 dagen was die klaar. Maar het werd meer dan wat het management had gevraagd. Ja, het werd niet zomaar een Porsche 911 met een vlakke neus. Nee, het werd een complete ombouw voor een 911. Ja, als je goed kijkt, loop even naar de zijkant van de auto, dan herken je hier overduidelijk een 911 in. Zoals die oorspronkelijke 935 uit de jaren 70 ook in de basis een 911 is, die is aangepast en helemaal gemaakt is voor het circuit. En kijk naar die beroemde lijn, hè, van die Porsche 911 met die hoge daklijn die dan zo afloopt en dan hier die bocht heeft. Dat typische karakter dat ze al sinds 1963 hebben en dan gaat die over in die in dat nieuwe achtersteven. Maar dat achtersteven, dat is niet massief. Nee, dat is iets heel moois, iets heel bijzonders. Dit kun je eigenlijk zien als een longtail, als een tunnel is een beter woord. Want kijk even, als je recht achter die 935 staat, dan zie je daar nog steeds die, ja, die, laten we zeggen, die dikke kont van die 911 in, met die achterlichtunits hier bovenin en die mooie ronde bumper. In dit geval helemaal uitgevoerd in carbon fiber. Dus hier onder die longtail in die tunnel schuilt gewoon een 911 kont. Prachtig, hè? Ja, toen de heren van Porsche Motorsport dat zagen, toen zeiden ze,
We kunnen maar één ding doen. Dit moeten we gaan maken. Dit moeten we gaan uitbrengen. En zie hier het resultaat. Hè? Ze hebben het gedaan. Ze hebben hem uitgebracht. Oplagen 77 stuks. Van waar nou 77 stuks? De eerste 7. We laten het even anders zeggen. Het is 77 is 70 en 7. De eerste 70 staat natuurlijk voor de 70ste verjaardag van Porsche. Ook hier vermeld op het portier. En die tweede 7, dat is voor de 7 generaties, 9, 11, die in de loop der jaren zijn voortgebracht. Sinds 1963 natuurlijk, hè? Toen de auto als 901 werd voorgesteld op de IAA in Frankfurt. Vandaar het getal 77. Wat een creatie, hè? En wat ik al zei, als je heel goed kijkt, dan zie je die 911 erin. Het is de carrosserie, de body in white, dus de kale koets, is een 911. Een GT2 RS. Dat zie je heel nadrukkelijk hier aan. Maar wat hebben ze gedaan? Ze hebben ervoor gezorgd dat hij de wielophanging heeft van een GT3 R. Een racewagen dus. Die buitenspiegels die komen van de 911 RSR racewagen. Daar hebben we de achterspoiler. Carbon fiber, prachtig hè? Geldt ook voor die achterspoiler. Maar liefst 1,90 meter breed, 40 centimeter in de lengte. Ja, dit is eigenlijk de lengte, dit is de breedte. 40 centimeter, 1,90 meter. Afkomstig van de Porsche 911 GT3 R. Identiek, uitwisselbaar. Maar let even op dit detail. Je ziet dat dit licht is. Dit is geen carbon. Nee, dit zijn de verlichting. Dus hier onderin heb je verlichting, hier heb je ook nog eens een keer de remlichten. Verwijzing naar die beroemde Porsche 919 Hybrid, waarmee ze onder andere Le Mans hebben gewonnen. Ja, en dit monster kun je gewoon zeggen, is niet geschikt voor de openbare weg. Nee, deze auto is niet straatlegaal. Het team gaf de ontwerpen en de ontwikkelingsafdeling alle vrijheid. En die hebben ze genomen. Ze hebben geen rekening moeten houden met airbags, met voetgangerveiligheid, met emissie-eisen. Noem maar op. Nee, alle remmen gingen los. En vandaar dat ze dit konden maken. Nu is het zo dat deze auto dus alleen voor trackdays gebruikt kan worden. Of voor Porsche evenementen. En er zijn al de eerste klanten die hebben gevraagd, Porsche, kun je niet alsjeblieft kijken of je deze auto toch van een kentekenregistratie kan voorzien, zodat we er ook mee op de openbare weg kunnen rijden. Maar dat is uitgesloten op dit moment. Er zouden heel veel modificaties moeten worden doorgevoerd om deze auto straatlegaal te maken. Kijk alleen maar naar de breedte van die achterspoiler. Maar let ook even op deze scherpe rand van die achter rand. En let ook even op deze. Die uitlaat-eindstukken. Ja, in de stijl van een Porsche 908 uit 1968. Wat een detail, hè? Geweldig. Geweldig. Ja, en wat ik zei over die kale koets. Mede doordat ze de body in white van die 911 gebruiken, konden ze de auto grotendeels voor ongeveer 85% op de reguliere productielijn van de 911 konden ze die vervaardigen. Dus gewoon tussen de andere GT-auto's. Dus wat je dan kreeg is een 911 Carrera, dan kreeg je een 911 GT3 RS, dan kreeg je een 911 Cabriolet en dan kwam opeens dit monster in de basis voorbij, een 935. Ja, hij werd afgebouwd overigens in Weissach, waar het ontwikkelingscentrum van Porsche zelf zit. En daar hebben ze die carbon fiber delen op de koets geschroefd. Ja. Als je nou heel goed kijkt, maar dan moet je even dichtbij staan, het licht staat er perfect op, dan zie je die carbon fiber structuur zie je door deze lak heen komen. Natuurlijk, dit is exposed carbon, hele grove carbon structuur. Maar als je hier kijkt, dan zie je dat die helemaal van carbon is. De koets zelf is van aluminium staal, een hybride constructie zeg maar. Maar die delen die erop staan, carbon fiber. Auto weegt 1380 kilogram. Waanzinnig hè? En dan staat hij hier in een beroemde klus dan, Gulf Racing. Maar daar kom ik straks even op terug. Kijk ook even naar de details. Deze frontsplitter, liefst 14 centimeter is die
breed. Maakt de auto 4,86 meter. Als je die eraf haalt, wat wel eens makkelijk zou kunnen zijn voor het transport van de auto, dan zou die auto slechts 4,72 meter zijn. Let ook eventjes op die luchtjoens. Ik had al gezegd, ze zijn hier weggehaald. Ze zijn hier onderin zijn ze toegevoegd. Dus dit zijn de luchtjoens van de auto. Als je nou heel goed kijkt, dan zie je dat dit luchtrooster en dat luchtrooster en dat luchtrooster, dat is hetzelfde gezicht als een 911 GT2 RS. Ja, want daar leent hij heel veel techniek van. Wielophangen komen van een 911 GT3 R, maar de motor is een aangepast blok van een GT2 RS. Ligt hier achterin. 700 paardenkrachten, maar het managementsysteem en nog wat details hebben ze aangepast voor het circuitgebruik. Want deze auto hoeft natuurlijk niet te voldoen aan emissienormen. Nee, auto's worden wel rekening mee gehouden natuurlijk, hè, moet ik eventjes heel netjes zeggen. Maar dit blok is gewoon, heeft een mapping dat meer gericht is op circuitgebruik dan op bijvoorbeeld alleen maar het rijden in de file met 30 km per uur in een GT2 RS. Ja, die auto die heeft zoveel details. Echt, het is fantastisch. Achterzijde hebben we al benoemd, spoiler hebben we al benoemd. Let ook even op die zijkant. Hier, dat achterruitje is verdwenen. We hebben een carbon fiber deel. Er zitten natuurlijk de meetsensoren in voor als je op het circuit rijdt. Want met deze auto mag je dus alleen op het circuit rijden. Wil je wel graag even weten hoe snel je op het circuit was. Hoe snel heb jij het baantje afgelegd. Daar zitten ze voor in. Hier weer. Lichtgewicht, zijramen. Natuurlijk hè. Flinterdun. Die spiegels van de RSR, die grote vinnen, die schubben zeg maar, van carbon fiber. En hier heb je die grote luchtroosters, waar de lucht ingaat en dan gelijk hup, nou de buitenkant van de auto gaat, richting de remmen. Dat zijn namelijk de luchtkanalen voor de remkoeling. Snelsluitingen voor de voorzijde. Uiteraard, hè, het is maar een klein detail, geen... concreet logo, maar wel een sticker. Lichtgewicht, hè? Die paar grammen, ja, daar gaan ze dan zeggen van, ja, dat scheelt natuurlijk. Lus, hè? Dit is het sleepoog. Wat ook een mooi detail is, dat zie je hier midden. Dat is de vulopening voor de brandstoftank. Brandstoftank ligt hier voorin. 115 liter groot. Normale tank van een Porsche 911 is 67 liter. Hier zit natuurlijk de emergency, hè? Als je daarop drukt, gaat de stroom van de auto af. Dus als die lus die ernaast zit, daarmee haal je de stroom af. Let ook even op dat dak. Kijk, een uitsparing. Denk niet dat hier een schietstoel in zit. Nee, het is wel juist om de bestuurder uit die auto te tillen. In geval van nood, als er een ongeluk is gebeurd. En dan hebben we het nog niet gehad over de wielen. Let ook even op die wielen. Moet je even het voorste wiel pakken, want daar staat het op. Michelin banden eronder, knoepers van banden, hè? Pilot sportbanden. Kijk, hier staat op transport. Dit zijn transportbanden. In de standaardwielen, die hebben namelijk hier nog een, tussen aanhalingstekens, schotel op. Die zorgen voor meer downforce en voor de luchtgeleiding. Dit zijn de transportwielen om die auto te transporteren, zodat je, als je op de baan bent aangekomen, een vers setje rubber eronder kan zetten en daarmee voluit kan gaan. En dan mogen we bij hoge uitzondering, met dank aan Porsche Center Eindhoven, mogen we de auto openen. De auto is verkocht. Het is de enige in Nederland op dit moment. Dus ja, het is wel heel bijzonder. Even kijken. Ik doe even mijn handschoentjes aan. Want ik vind het sowieso wel heel bijzonder dat we deze auto mogen filmen, mogen bekijken. De deurgreep is identiek aan een 911. Auto is open. Flinterdun. Ja, niet qua dikte van de deur, maar dit is allemaal carbon fiber. Heel die auto is uitgehold. Je kunt hem eigenlijk met je pink, kun je hem gewoon open en dicht doen. Je ziet al dat hij langzaam dicht gaat. Zo'n voorzichtig tegenhouden. Je ziet ook die lus. Alles wat overbodig is, is achterwege gelaten. Maar niet echt alles. Want kijk eens, hij heeft elektrische spiegelbediening. Zoals hij ook airconditioning heeft. In die auto wordt het, mede dankzij, of mede het wijten aan het veelvuldig gebruik van carbon fiber, zal het ook heel warm worden in die auto. Die lussen, kijk even naar het stuur.
van de GT3R. Het stuur om in te stappen is afneembaar. Twee flippers achter het stuur, daar trek je aan en dan kun je het stuur losmaken. Het zit nog altijd verbonden met een kabel aan de stuurkolom, zodat je altijd je informatie op het stuur krijgt, behalve als je hem natuurlijk hebt losgekoppeld. Informatie op het stuur, daar bedoel ik mee. Hij heeft onder andere een knop voor de pit limiter. Overigens, nog een goed detail. Doe dat alsjeblieft niet tijdens het rijden aan die hendels trekken. Want als die losschiet, je krijgt hem niet in één keer erop. Dus dan is de kans groot dat je hem pas weer erop kan zetten als je tegen de bandenstapel staat. Wat wel grappig is, zijn die hendels. Die zijn gewoon één op één overgenomen uit een reguliere 911. Contactslot zit aan de linkerkant. Heeft natuurlijk te maken met ooit met die positie van de Le Mans start. Maar de werkelijke reden is dat het contactslot links zit. Is omdat je daardoor een kortere kabelboom nodig had om in die auto. En korter betekent weer minder gewicht. Ja, ik laat jullie ondertussen ook genieten van het display. We mogen helaas niet de stroom erop zetten. Maar het display, daar krijg je natuurlijk al je informatie op. En de metertjes rechts links zijn analoog en niet digitaal. Let dan even op de Po-knop. Die is gemaakt van hout. Ja, niet vanwege het fraaie, luxe uitstraling. Nee, gewoon puur functioneel. Het is een verwijzing naar die legendarische, eveneens legendarische, 917. Ja, die auto had zo'n hitteontwikkeling dat ze zochten naar een oplossing om die pook koel te houden. En daarvoor hebben ze gekozen voor hout. Ja, niet alleen die 917 heeft hem, de Porsche Carrera GT is eveneens een Porsche model die hem ook heeft. Overigens was het wel zo dat het hout is lichter dan wat gebruikt is, titanium of aluminium. Ja, lichtschakelaar erin. Kijk even goed naar het interieur. Hier zie je één stoel staan. Aan de andere kant staat er ook één. Eén stoel is standaard. Aan de passagierszijde is die optioneel. Wat we niet in beeld mogen brengen, althans ik wil niet dat het in beeld wordt gebracht, ik heb het niet gevraagd, is op het rechterdeel van het dashboard zit een plaatje en daarop staat het productienummer van dit exemplaar. En daarmee geeft Porsche aan dat er ook daadwerkelijk 77 stuks zijn gemaakt. Daarop staat bijvoorbeeld nummer 70. Nu noem ik nummer 70 vanwege 70 jaar Porsche. Maar daarop staat het specifieke nummer en dan weet je altijd van er zijn er niet meer dan 77. Nu kan ik je wel verklappen, er bestaat een nummer 78, maar die heeft dan als ingegraveerde nummer 00 en dat is de auto die Porsche zelf heeft en dat is de auto ook die ze hebben gepresenteerd tijdens die Motorsport Reunion in 2018, waar dat grote feest was rondom 70 jaar Porsche en waar deze auto gewoon als donderslag bij helder hemel werd neergezet. Het project was geheim. Het project lekte ook niet uit. Niet iedereen binnen Porsche was er van op de hoogte. Het lekte niet uit. Dus toen die auto daar werd gepresenteerd, was het woos en waas van dat niemand hierop had gerekend. Kijk even, rolbeugel. Natuurlijk, hè, rolbeugel. Auto is voor circuitgebruik. Maar kijk even naar die beperkte hoogte die je hebt om in te stappen. En let dan ook even op die stoel. Dus de doorlaat om achter dat stuur te kruipen is echt minimaal. Vandaar natuurlijk ook dat hij dat afneembare stuurwiel heeft. Dat je er makkelijker, wat is makkelijk in dit geval? Ik kan er denk ik niet in. Ik ga het ook niet proberen. Ik durf het ook niet. Dat ik er gewoon zo up erin glij. Waanzinnig. Ik zei al, hij heeft dat noodluik hè, in het dak. Dat zie je nu aan de binnenkant. Kun je dat ook even goed zien. Dus je ziet dat die rolbeugel om dat gat is gevormd. Ja, en daar word je dan, zeg maar, als bestuurder eruit getakeld als het dus echt fout is gegaan. Wat wel opmerkelijk is, is dat deze auto heeft gewoon zijn traction control, zijn ABS en zijn ESP, zijn stabiliteitsprogramma, heeft hij nog steeds aan boord. Maar je kunt het desgewenst, kun je dat uitschakelen, zodat je met een tamelijk analoge auto nog steeds over dat circuit heen kan boenderen. En als je dat doet, de cameraman bracht het net al in beeld, dan heb je een camerasysteem die jouw ronde vastlegt. En dat je precies weet waar je te vroeg op het gas ging, waar je te wijd ging en oftewel waar je ook gewoon perfect kon rijden. Ja, wat een machine hè.
Wat in details. Wat we nu niet in beeld kunnen brengen, op de passagiersstoel ligt een pyjama. Dat is een mooie hoes die hier overheen trekt. Want als je deze auto, ja, die rijdt niet dagelijks, als je die in de garage hebt staan, kun je er een mooie hoes overheen trekken. Maar voor in die voetruimte zit het plussysteem. Er zit één knop, druk je erop, dan wordt het interieur automatisch geblust. Wat een apparaat, hè. Het project startte dus in 2017. Een jaar hadden ze de tijd om het te maken. En de presentatiedatum stond al vast, augustus 2018. Ja, moeten we dan de prijs nog noemen? De prijs is 701.948 euro. Ik noem het nog een keer, maar dan noem ik het op een andere manier. 70-1948 prijskaartje. Dat is toch fantastisch? 70 jaar Porsche, oprichtingsdatum van Porsche is 1948. Dus het prijskaartje 701.948 euro. Exclusieve belastingen. Maar ja, hier hoef je geen BPM te betalen, want je mag er toch niet mee de openbare weg op. Wat ik al zei, de auto staat hier in die legendarische Gulftrim. Welke eveneens legendarisch is, is Martini. Uitgevoerd in het wit met rood en blauw. Deze auto, blauw met oranje, legendarische Gulftrim. De auto werd afgeleverd door de fabriek in, zeg maar, carbon zwart, dus in een zwarte laklaag. En daarnaast kon je kiezen uit 7 verschillende beroemde liveries voor die auto. Dit is een van de Gulf. Ik noemde al de Martini. En welke ook heel mooi is, is de John Player Special. Uitgevoerd in zwart met goudkleurige details. Prachtig, hè? Ja, dit is een auto. Die moet je even van dichtbij bekijken. Die moet je even gewoon alle details op je in laten werken. 77 exemplaren. Dit is de enige in Nederland. Er zijn er 2 in de Benelux. De andere staat in België. Uitgevoerd in die beroemde Martini livery. En die deur, hè? Ja. Ik mocht hem maar 1 keer openen, dus ik hoop dat hij goed dicht gaat. Prachtig, hè? Je ziet hier weer die carbonstructuur. Maar ja, zo kunnen we er naar blijven kijken. Ja, en hoe wordt dan zo'n auto afgeleverd, hè? Want hier staat hij nu in Eindhoven bij de dealer. Maar het is niet zo dat de koper hem straks komt ophalen en dan instapt, sleutel erin en de showroom uitrijdt. Nee, deze auto moet gelijk weer in een trailer en dan moet hij naar het definitieve adres worden gebracht. Ja, Porsche nodigde al zijn klanten uit op het circuit. En op het circuit, daar werd de auto overhandigd, kon je onder begeleiding van een instructeur kon je kennis maken met je auto. Een 2-daagse training kreeg je in die auto om de auto te leren kennen en ook gelijk om alle functies direct in je op te nemen. En dat was belangrijk, want dit is natuurlijk geen katje om zonder handschoenen vast te pakken. Was overigens was het niet verplicht, hoor. Je kon hem ook laten bestellen waar je wilde, laten afleveren waar je wilde. Je kon gewoon via de dealer of dat kan via de fabriek. Ja, prachtig. Sinds juni 2019 worden ze uitgeleverd. 77 exemplaren. Dit is de Porsche 935.